dit is wat je wil, gek. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik iets leuks doen. Ik ga namelijk naar Boas, want die heeft een nieuwe uitlaat onder zijn auto. En hij gaat hem laten tunen. En hij vroeg of ik wilde komen kijken. Dus ik ga er lekker heen. Ik ben zoals altijd weer beetje aan de late kant. Ik had daar om 12 uur afgesproken en het is nu 11:30 en het is een uur rijden. Ik ga nu de auto instappen. Ik heb dus iets heel vets aan mijn auto laten doen gisteren en ik ga het jullie even laten zien. Ik vind het zelf echt super dik geworden. Kijk, mijn achterlichten zijn gesmoked, dus ze zijn nu zwart. Dus ik ben hier super blij mee, dat heb ik in Haarlem laten doen. Dik, het is dik! Maar we hebben haast, dus we moeten opschieten. Oh, dit is ook altijd een hel hoor. Oh. Wat een hitte. Snel. Ramen open. Niet normaal, niet normaal. We zijn er. Tuning service huizen. En we gaan kijken, want volgens mij staat Boas' auto al op zo'n zo'n dynometer volgens mij. Maar we gaan kijken. Holy shit, dit is ook wel een dik hoor. Ik heb een 1,35. Kijk. En wat vind je ervan? Ik heb zelf heel weinig met BMW, dat weet je. Maar voor een 1-serie is dit wel echt... Ja? Dat is gewoon maximale wat je kan hebben, toch? Ik wil gelijk een rondje mee. We gaan even rijden. Je wil gelijk rijden? Ja, ik mag rijden. Ik ga ernaast. We zitten nu in de auto. En het leuke is, Boas zei vorige keer tegen mij, de volgende keer dat ik je zie, heb jij een M135. Dus we hebben elkaar ook gewoon 3 maanden niet gezien, want het duurde zo lang. ik moest hem eerst hebben en we gaan nu eventjes een rondje rijden en dan kijken wat hij ervan vindt. Oké. Zo, bijna duikt door hem vooruit. Ja, joh. Zo, maar dit is wel even net weer wat anders, hè? Je hoort hem wel roffelen. Je hoort hem, maar ze zitten heel diep. Ze zijn dof. Ja. Ik word zo blij van auto's. Ik ook, jongen. Maar, Boas, even serieus. Vergeleken met mijn vorige auto. Dat was echt een 2 en dit is gewoon een 10. Ja, dit is ik. Ik ben hier ook zo blij mee. Maar we gaan er zo meteen een 11 van maken, hè? Ja, ze kwamen net bij Tuner Service Huis, kwamen ze net naar me toe en ze zeggen... Ja, weet je wat? Ze staan zo met z'n tweeën in het raam. En ze zitten een beetje te kijken en zeggen, ja, dat gaan we doen. Ja, dat gaan we doen. Wat zijn ze nou? Nee, dit is wel leuk. Dan doen we zo'n TPX, weet ik veel wat ze zijn. TPX? Ja, geen idee wat ze zeiden, maar... Maar het kunnen ze konden het er ook weer afhalen, zeiden ze. Dus het, kijk, weet je wat het is? Een tune. En een tune die zet je erop. Maar ze hebben gewoon een kopie van je oude. Dus ze kunnen gewoon alles weer terugzetten naar hoe het was. Je kon net 72 kilometer en nu nog 57. Oké, jongens. Boas die heeft dus wat voor mij geregeld. Namelijk, mijn auto wordt straks getuned met een soort van speciale tuning. Ik heb geen idee. Ze kwamen naar me toe en zeggen ze, dit gaan we met jouw auto doen. En het is blijkbaar een soort van... er gaat gewoon softwarematig is, er komt er een tuning op. Dan heb ik veel meer pk, 390 pk, dus bijna 400. En er komen de burps, dus er komen meer een beetje... De uitlaat wordt net eventjes wat mooier en ik ben zo benieuwd, ik kan echt niet wachten. En dat ding, mijn auto gaat straks ook op die rollerbank. Dus ik ben, oh jeetje, ik heb dit lang niet meer gehad, maar ik ben echt benieuwd. En ik ben best wel gespannen over van hoe gaat het klinken straks en hoe wordt het. Dus dit wordt straks blijkbaar een nog dikkere auto. Boas zijn auto wordt nu losgekoppeld en dan... Gaat mijn auto erop en dan komt er iets diks op. Ik heb geen idee eigenlijk, maar ik hoop dat het vet wordt. En ze zeggen dat het echt een hele andere auto wordt dan. Dus ik ben benieuwd. Nu is het tijd voor mijn auto. Hij gaat naar binnen. En dan komt hij straks naar buiten, als het goed is. Als een andere auto, zegt ze tegen mij. Dus ik ben echt hartstikke benieuwd. En dat heb ik nu ook al waarschijnlijk 3 keer gezegd dat ik heel erg benieuwd ben. Maar het is ook echt zo. Het wordt leuk, ja. Zo, ze gaan hem nu vastmaken. En dan gaat hij op die band. Zo. Goedemiddag.
Holy shit. Wel lief voor Boas dat je het voor mij hebt geregeld. Tuurlijk. Ja, zo'n coole intro van een film. Ja. Boas, welkom to my office. Had u een afspraak vandaag? Nee. Nee? Nee, kom gewoon nu. Gewoon, ik wil omdat... Ik ga even kijken of er nog plek is voor u. Ja, er is nog plek. Nou. Nou, top dan. Oh, hij staat er al. Oh, dat is toevallig. Oh, nou, wat toevallig joh. Hé, hey, bedankt hè. Hé, hey, hoeveel heeft hij nu eigenlijk? 326 pakket? Nee, hoeveel stoelen? Wat? Hoeveel stoelen er in uw auto zitten? 5 stoelen? Ja, sorry, dat is echt te veel. Dat doen wij niet. We doen alleen maar 4 stoelen auto's. Oh. Sorry, we halen hem weer af. Ja, nee, het is klaar. Ga er maar weer op. Ik heb deze weer op. Ik hoor mezelf niet, maar hij gaat nu gemeten worden. Hij gaat er achter staan. Hè? Hoe je erin zit op de achterstaan. Wat leuker. Achterstaan is wel meer geweld. Oké, geweld. Ja. Goede tijden, slechte tijden. Je bent allemaal veel te oud. Ja. Maar nu kunnen jullie ouders... Ik ben 19. Ja. En 18 als en jouw rol is dus de zoon van... Ik ben de kleinzoon van Ludo Sanders. Oké. De kleinzoon nog weer. We hebben meegemaakt dat Ludo vader werd. Weet je nog? Ja. Toen heb je nog taart gestuurd. Ja. Dat Ludo wordt dan niet oud en is niet... Je hoort Boas' auto nu rappen. Ja. Uit zichzelf. Heel nice. Oh ja, er stonden daar twee meisjes die wilden mij op mijn foto en eentje die moest huilen. Heel schattig. We hebben nu de telefoon aangesloten en die zit dan daar onderin ingebrugd. En als het goed is, is hij dan straks getuned. Ik ben benieuwd. Holy shit. De klappen zitten erop. Zo, nou je hoorde het net al, er zitten echt behoorlijke klappen in nu. En ja, dat is gewoon dik, want eerst gaf je al gas als je aan ging reppen. Kwamen er al wel klappen en bobbelde het was uit, maar nu zijn ze nog net eventjes wat sterker. Dus dat vind ik gewoon hartstikke dik. En er zit heel veel meer pk bij, heb ik gehoord. Dus we gaan straks een stukje rijden en dan zien we precies, dan voel ik waarschijnlijk al dat er meer pk in zit. Maar dit is wel heel nice, heel dik. Zeiden dus net tegen mij dat als hij met koud weer en goede brandstof de 400 pk gaat halen. Dus dat zegt niet normaal. 400 pk in dit ding. Holy shit. Nou. Gaan we. Jij mag rijden, hè? Ja. Je ging bijna aan de verkeerde kant instappen. Max AC. Ja. Oh, eventjes koud worden hoor, eerst. Oh, een beetje warm hier. Daar gaan we, jongen. Hoe zit die ding op mijn hoofd? In je getunede 1.35i. Ik ben benieuwd hoeveel je ervan merkt. Ik ook. Wow, yo, dat gek. Merk je heel erg. Shit. Dit is wel echt niet normaal. Dit is echt een verschil, gek. Zo. Je voelt het ook gewoon in je hoofd dat je echt gewoon naar achter wordt geduwd. Ja, dat is niet normaal. Ten ene even die pops. Oh, hij staat niet in zijn sportpik. Nu staat de uitlaat ook pas open. Hè? Moet je nagaan, je hebt nu bijna je hele teller vol, hè? Weet je, je hebt bijna 400 pk. Oh. Dit is wat je wil, gek. Nu gaat Boas rijden. Hij is ziek. Ja? Ja, is niet normaal. Ja? Is echt niet normaal. Dit voelt heel erg gaaf. Mega airco. Airco. Hey, Boas.
Dag. Hey, niet jongens, rijden, hè? Jongens, allemaal hartstikke bedankt. Graag gedaan. Hij is top. Ja, en als je weet hoe het gaat, als je ermee geregeld hebt. Komt goed, komt goed. Gewoon heel hard naar de 100 en niet harder dan 100, want dat mag niet. Ja. Wijze woorden van Boas. Nou, doei. Ja. Ik kan nog maar 18 kilometer, jongens. Op naar de Shell. Ze vertelde mij net bij Tuning Service Huizen dat ik dus geen E10 in mijn auto mag gooien. En dus ik moest dit ingooien. V-Power. Blijkbaar is het dus best wel slecht voor je auto als je er E10 in gooit. Dus dan maar gewoon V-Power erin. Ik rij nu weer lekker bij mij in de buurt. En ik heb maar eventjes mijn auto op comfort gezet. Want als ik hem in sport zet, komen dus al die klappen. En ik denk, ja, dat is misschien net niet zo netjes voor de buurt. Dus ja, lekker op comfort. Maar we zijn bijna thuis en dan ga ik hem even goed aan mijn vader laten zien. En misschien wel even een stukje met mijn pa rijden, kijken wat hij ervan vindt. Hoe gaat papa de auto in? Mijn vader is niet echt heel erg voorstander van wat ik heb gedaan. Die klappen en zo. Maar goed, ik ben benieuwd of hij het zelf leuk vindt. Oh, spelen hij. Hij is snel. Je zien is naar achteren gaan, joh. Ja, dat is niet normaal, hè? Hoe snel denk je dat hij van nu naar 0 naar 100 is? Ja, snel als een raket. Als een raket. Maar kom op, die klappen zijn toch wel leuk? Echt, je krijgt stevige nekspieren van. Oké, de klappen vind jij niet leuk. En dat kan ik begrijpen, want dat snap ik, dat je dat misschien niet leuk kan vinden. Maar die snelheid en gewoon de koppel en hoe die gewoon nu lekker zo snel schakelt en gewoon sportief echt snel is. Dat vind je leuk, toch? Ja, dat is toch. Dat is een beetje het M3 gevoel natuurlijk ook. Oh, dit is echt mijn redder in nood, jongens, deze kamer. Mijn god. Ik ben nu weer thuis en ik ben nu op mijn kamer met teksten aan het leren voor een geheim project. Ik ga lekker niet laten zien wat het is. Maar ik zag laatst even iets geks, weet je. Want ik zat even te kijken naar mijn laatste video. 75% van de mensen die naar mijn video's kijken is niet geabonneerd. Dat vind ik gek. Dus ben je nog niet geabonneerd en zit je nu te kijken, druk dan eventjes zo op dat abonneerknopje en dan ben je geabonneerd. En zet dan ook het belletje aan, want dan krijg je een melding als ik weer een nieuwe video heb geüpload en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat wil je gewoon. Maar goed, dit was de video voor vandaag. Ik heb echt een fantastische dag gehad en mijn auto heeft zo'n dikke upgrade gehad. Ik ben daar echt heel erg blij mee, dus sowieso SO naar Tuning Service Huizen. Jullie zijn echt top en jullie hebben echt topwerk verricht. Dus ik hoop dat jullie dit ook een leuke video vonden. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.